voor uw talrijke opkomst. We zijn hier vandaag om te spreken met Ilja Leonard Vijf over de ramp tot de Europa. Dat is een liefdesgeschiedenis, dat is een ideeroman. Het is bij momenten ook een thriller. Er zit van alles in. Zou u het boek zelf omschrijven? Hoe introduceert u het zelf? Dank voor je vraag. Misschien wil je me toestaan dat ik, voordat ik de antwoord opgeef, even misbruik maak van deze gelegenheid om u alle hartelijke gedachten te zeggen en te zeggen dat ik blij ben dat ik hier in een talrijke gezelschap mijn gloednieuwe roman mag voorstellen. Het is voor het eerst dat ik de eer heb om hier in dit boekenhuis in Kortrijk te zijn en ik ben onmiddellijk bijzonder onder de indruk. Ik mag u feliciteren met zo'n mooie plek. Het boek is boven alles een roman. Het is een verhaal, een meeslepend verhaal met personages. Maar tegelijkertijd is het een roman die ook wel de potentie heeft om te gaan over nu, over onze wereld. En om misschien ook aan het denken te zetten over bepaalde fenomenen in de wereld van vandaag. Het zou een ideeroman kunnen heten in zoverre veel van de personages in het boek, op verschillende momenten in het boek, ook reflecteren op de problemen die, die ze tegenkomen. En ik nodig de lezer uit om met de personages mee te denken. Het is een boek dat heel erg gaat over vandaag, over Europa. Daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Maar ik wilde dit complex van vragen en problemen en interessante kenmerken van onze tijd via een roman benaderen, omdat een roman je de gelegenheid geeft om vooral vragen te stellen bij de lezer. Als je dezelfde stof zou behandelen in een essay, dan zou je toch geacht worden om je eigen opvattingen aan de lezer op te dringen. Dat vind ik in dit geval wat minder interessant, omdat ik graag ook de complexiteit en de ambiguïteit en de veelzijdigheid wil laten zien. U zegt, het is een boek heel erg over het nu, het speelt zich nu af. Er zit heel veel verleden in het boek, omdat een van de rode draden in het boek is van Europa heeft verleden. En het is misschien het enige wat Europa heeft. Ja, en daarom is het een boek dat heel erg over nu gaat, omdat het denk ik ook een kenmerk is van deze tijd, dat we heel erg bezig zijn met ons verleden. De nostalgie is een van de onderscheidende kenmerken van deze dagen, denk ik. Misschien kan ik vertellen dat eigenlijk de vraag die aan de wortel ligt van deze roman, de vraag waar ik al een tijd mee bezig was, ook voordat ik nog begon de eerste letter van deze roman op papier te zetten, komt voort uit het feit dat ik 10 jaar geleden, zoals u wellicht weet, verhuisd ben van Nederland naar Italië. Ik woon nu in Genua. En dat heeft een aantal gevolgen gehad. Ten eerste ben ik me daardoor een klein beetje minder Nederlands gaan voelen. Dat is alleen maar heel erg goed voor een mens, dat zult u onmiddellijk met mij eens zijn. Een ander gevolg is dat ik me iets meer Italiaan ben gaan voelen. Ook dat is een erg prijzenswaardige ontwikkeling, denk ik. Maar het belangrijkste is dat ik me daardoor meer Europees ben gaan voelen. En ik begon me af te vragen wat het dan eigenlijk betekent. Wat betekent het om je Europeaan te voelen?
wat houdt dat in, een Europese identiteit? En eigenlijk deze vraag ligt aan de wortel van deze roman. En je hoeft er misschien niet eens zo heel erg lang over na te denken om tot de conclusie te komen dat een van de onderscheidende kenmerken van Europa, van onze Europese cultuur, nu juist is dat we omringd zijn door enorme hoeveelheden tastbaar verleden. Daarin onderscheidt Europa zich werkelijk. Ik bedoel, daarvoor hoef je niet, dat hoef je niet te verwachten in Amerika of Afrika. En zelfs in Azië is dat heel anders. En dat is ook iets waar ik mezelf erg bij thuis voel. Hè. Ik ben een verstokte romanticus en nostalgicus, zoals wellicht enkele ook van u. Maar tegelijkertijd is dat het koesteren van het verleden dat Europa maakt tot wat het is, heeft misschien ook nog wel een problematische kant. Europa is ook op een andere manier heel erg met het gezicht naar het verleden gekeerd. Als je omringd wordt door zo ontzettend veel moois uit het verleden, prachtige overblijfselen van glorieuzere tijden, dan is het op een bepaald moment ook aantrekkelijk om tot de conclusie te komen dat onze beste tijd misschien wel achter ons ligt. En in het geval van Europa zijn er natuurlijk wel argumenten te verzinnen waarom dat zo is. Ooit hebben we moeiteloos, zonder er ook maar over na te denken, de wereld zeker bevaren en de continenten overheerst. En die tijd ligt toch definitief achter ons en dat is misschien ook maar goed ook. Maar ook in economisch opzicht is Europa, heeft Europa steeds meer moeite om een centrale, vooraanstaande plek in de wereld te bevechten. Ik denk dat er in China, India, Brazilië weken voorbij gaan dat ze helemaal niet eens aan Europa denken. En ik denk dat het gevolg daarvan is dat Europa zichzelf diezelfde vraag moet stellen die ik mezelf ook stelde. Wat het nou eigenlijk inhoudt om Europeaan te zijn. En dat dit een moment is waarin Europa zijn identiteit eigenlijk opnieuw moet uitvinden. En dan kom je terug bij die enorme hoeveelheden verleden, die nostalgie. En dat is uiteindelijk iets dat je ten gelde kunt maken. Je kunt je verleden verkopen. En dat is wat we zien in steden als Venetië. Dat is een groot deel van de roman speelt zich af in Venetië. We zien het ook in steden als Brugge, het centrum van Amsterdam. Dat verleden kun je verkopen en daar toeristen mee trekken. Er is een heel belangrijk thema in het boek, dat toerisme, het massatoerisme, het verschil tussen toeristen en reizigers. Want toeristen zijn altijd anderen. Volgens u, als je zelf op pad gaat, dan bent u geen toerist, dan bent u een reiziger. De paradox van dat toerisme is dat het komt bezoeken kapot maakt. Venetië is in Venetië woont niemand meer, dat beschrijft u heel mooi. Dat is een belangrijk thema in het boek, dat massatoerisme. Ja, toerisme is een heel erg interessant fenomeen, ook omdat het heel erg ambigu is. Ik ben blij dat u onmiddellijk de belangrijkste les uit de roman heeft opgepikt, namelijk dat de toeristen altijd de anderen zijn. Ja, dat is al gelijk de eerste ambiguïteit. Het zijn, als wij in het buitenland zijn, ergeren we ons dood aan toeristen. En er zitten allerlei hele interessante, ingewikkelde kanten aan toerisme. Maar het is daarnaast misschien ook nog wel eigenlijk het meest zichtbare gevolg van de globalisering. Als we het willen hebben over de rol van Europa in een globaliserende wereld, dan
zijn de toeristenstromen die wij mogen verwelkomen eigenlijk daar heel erg tastbaar en concreet symptoom van. En daarom vond ik eigenlijk dat ik kan niet over Europa praten zonder te praten over toerisme. Die toeristenstromen zijn één stroom. Er is een andere stroom, die zit ook helemaal in het begin van het boek. Dat is de stroom vluchtelingen. Dat zijn mensen die niet komen voor het verleden van Europa, maar die hier een toekomst willen opbouwen. En die zijn veel minder welkom dan die mensen die naar ons verleden komen kijken. Dat lijkt mij ook een erg belangrijk thema in het boek. Ja, zeker. Dat is een contrast dat zichzelf opdringt natuurlijk en dat eigenlijk, als je daarover nadenkt, heel wrang is. Het is iets dat mij echt trof toen ik op Malta was. Dat is ook een hoofdstuk in het boek dat zich afspeelt op Malta. Maar ik ben er ook in het echt geweest, een paar jaar geleden. En Malta heeft een rijke historie. Het is een van de belangrijkste zuidelijke strongholds van hoe noem je dat? De bolwerken van het christendom. En dat heeft allerlei sporen nagelaten op dat eiland. Valletta is een historische stad van grote importantie. En daardoor is het ook heel erg toeristisch. Tegelijkertijd weet je dat Malta eigenlijk het andere Lampedusa is. Het ligt op dezelfde breedtegraad, het ligt eigenlijk vlak naast Lampedusa. En je weet dat het, net zoals Lampedusa, bestemming is van heel veel bootjes met Afrikaanse vluchtelingen. Behalve dan dat als je, wanneer je op Malta rondloopt, zie je daar geen enkel spoor van. Helemaal niets. Ik ben daar een aantal dagen geweest en ik heb al die dagen niet één zwarte gezien. Als je daar dan ook onderzoek naar gaat doen, dan merk je ook dat het wel degelijk heel erg actief beleid is van de Maltese regering om die vluchtelingen te weren en in ieder geval ook te weren uit het straatbeeld, juist vanwege het toerisme. Valletta is totaal aangeharkt en schoongemaakt. Het is helemaal klaar voor u en ik. Wij kunnen daar zonder enige probleem koelkastmagneten kopen. Hoor. Dat is geen enkel probleem. Daar worden we niet bij gestoord door Afrikaanse vluchtelingen. Maar dat is eigenlijk heel raar. Dat is heel wrang. Dus witte reizigers die geïnteresseerd zijn in het verleden, zijn van harte welkom. Terwijl zwarte reizigers die op zoek zijn naar een toekomst, worden geweerd om die witte reizigers niet te veel voor de voeten te lopen. Een van de eerste figuren die aan bod komt in het boek, misschien even vertellen. Het hoofdpersonage is een schrijver, die heet heel toevallig Ilja Leonard Vijver. Die checkt in Grand Hotel Europa, ergens op een onbestemde plek, omdat er net een romance is afgelopen, dat wil hij van zich afschrijven. Dat is ook een stukje afrekenen afrekenen is niet echt het juiste woord, maar hij wil zijn verleden verwerken, omdat hij zegt van ik moet dat vergeten, ik moet het opschrijven, want anders vergeet ik het te vergeten. Dat is ook een belangrijke les in het boek. Een van de mensen, wel de eerste man die hij daar ontmoet, is Abdul. De piccolo die op het voorblad staat van het boek. En die zegt van het verleden is eigenlijk een slechte plek. Die moet je achter je laten. Dat is heel contradictorisch met heel dat Europese idee van wij hebben het alleen maar verleden. Je zegt dat goed. De ik-figuur, de verteller, die een klein beetje op mij lijkt. die neemt zich intrek in dit oude Grand Hotel Europa. Dat precies zo is zoals u zou hopen dat het is. Het is een
een Grand Hotel dat ooit betere dagen heeft gekend, vergane glorie. Wordt nog steeds bestierd door een majordomus van een elegantie die uit een vroegere eeuw lijkt te stammen. Terwijl de heel erg nostalgische plek. Een heel nostalgische plek, ja. Terwijl de figuur daar zijn intrek neemt om, zoals u zegt, na te denken over die relatie, dat liefdesverhaal dat slecht is afgelopen. Ontmoet hij daar ook andere gasten, andere vaste bewoners van het hotel. En al die personages zijn op een bepaalde manier verweven met het verleden. Dat zijn allemaal personages die als goede Europeanen betaald, zou ik bijna zeggen, met hun gezicht naar het verleden leven. En daar komt hij dus al gelijk aan het begin van het boek ook Abdul tegen. En Abdul is de piccolo. Gaandeweg zo tijdens pauzes, dat ze samen een sigaretje roken voor de ingang. Bij stukjes en beetjes krijgt hij ook het verhaal te horen van Abdul, het vluchtverhaal. Hij is afkomstig uit de woestijn, uit een of ander Afrikaans land, gevlucht voor een burgeroorlog. En uiteindelijk in Europa beland, waar hij dan door de majordomus onder zijn hoede is genomen. En als piccolo is aangenomen. En Abdul, de kleine magere Abdul, is eigenlijk in zijn eentje een tegenstelling met al die andere personages. Omdat hij als enige niet nostalgisch is. Hij zegt dat het verleden voor hem is een vreselijke plek. Dat is de plek waar hij vandaan is gevlucht. Dat wil hij het liefst zo snel mogelijk vergeten. En hij is gericht op de toekomst. Ik denk ik moet nu denken aan een jongen uit Gambia die ik in het echt heb ontmoet, Kumuna. Dat is iemand die ik ook heb ontmoet toen we de documentaire met de VPRO maakten over migratie in Genua. Wellicht heeft iemand dat gezien. En, die jongen die kwamen we daar tegen toen hij eigenlijk net aan was gekomen in Europa. Hij was net een paar dagen daarvoor van een zinkende boot gered. En naar Sicilië gebracht en vanaf daar naar Genua. En toen leerde hem kennen, heb ik hem geïnterviewd. En, we zijn hem blijven volgen en nu, ook is de documentaire al afgelopen, zie ik hem nog steeds regelmatig en probeer hem samen met Stella proberen een beetje te helpen. En hij is ook zo iemand en ik vind dat echt bijna bewonderenswaardig, ook al heeft dat natuurlijk een hele donkere en nare achtergrond, maar Kumuna is ook zo iemand die niks moet hebben van het verleden. Daar wil hij ook niet meer over praten. Dat is gewoon vreselijk. Dat is klaar. En hij is met volle energie bezig een toekomst voor zichzelf te maken. Hij gaat nu naar school, hij is net 19 geworden, hij zoekt werk. Die toekomstgerichtheid is bijna verfrissend. En nou ja, het geeft je ook het idee dat die vluchtelingen misschien, wij zien die vluchtelingenstroom eigenlijk heel graag als een probleem. Of in ieder geval onze politici presenteren dat heel graag als een probleem. Als je een beetje op een andere manier leert kijken, zou je misschien ook open kunnen staan voor de gedachte dat ze een deel zijn van de oplossing. En hoe zou dat dan zijn? Dat zit minder in het boek, hè? Hoe zij een deel van de oplossing kunnen zijn, maar hoe ja, ik zie nu even los van het boek, maar dat mag. Nou ja, maar als we daarover willen praten, ja, Europa is natuurlijk op een andere manier ook heel erg gericht naar het verleden en dat is dat het continent aan het vergrijzen is. Dat is in Italië, waar ik woon, is dat een heel erg groot probleem, maar dat is in de rest van Europa eigenlijk net zo. En we kunnen nu eigenlijk
eigenlijk nauwelijks nog onze sociale voorzieningen betalen, onze pensioenen in stand houden. Als we dat op lange termijn willen volhouden, dan heb je toch een robuuste bevolkingsgroep, een werkende bevolkingsgroep nodig die de sociale lasten afdraagt. En met de huidige demografische ontwikkelingen is dat heel erg problematisch. Als je nou net een beetje anders denkt, dan zou je misschien kunnen denken dat de oplossing voor dat probleem bij ons aan de zuidgrens op de deur klopt. Je moet daar natuurlijk wel veel in investeren, je moet die mensen misschien ook een opleiding geven. Nou ja. Maar dat zou op lange termijn zou dat een oplossing kunnen zijn. Er is in Italië is het beroemde geval van het dorpje Riace. Riace is in Calabria. En dat is een van die vele mooie idyllische bergdorpjes op het platteland in Italië, dat tot totaal ontvolkt is geraakt. Er is natuurlijk geen werk, de jongeren zijn allemaal naar de stad getrokken, de ouderen zijn langzaam omgevallen en op het plaatselijke kerkhof gerold. En er is leeg, er woont niemand meer. En toen heeft de burgemeester van Riace zijn collega Lampedusa gebeld en zei, stuur ze maar hier naartoe. Wij kunnen ze gebruiken. En er zijn enkele honderden vluchtelingen van Lampedusa naar Riace gegaan. En dat is een succesverhaal. Die zijn daar begonnen met het opnieuw bebouwen van de wijngaarden, de olijfgaarden. Er zijn weer bakkers, winkels. Het is een bloeiend stadje geworden weer, Riace. Het is zozeer een positief voorbeeld van hoe immigratie ook een oplossing zou kunnen zijn, dat het een van de eerste maatregelen was van Salvini om Riace te ommantelen en de burgemeester te arresteren. Dat kon je natuurlijk niet hebben. En in het boek komt het voor dat de ik-figuur op een gegeven moment reflecteert over Venetië. En je zegt eigenlijk, een van de problemen van Venetië is dat het ook totaal ontvolkt. Venetië had ooit, ik heb dat opgezocht, in de 14e eeuw had Venetië 140.000 inwoners. Het was een van de grootste steden van Europa. Nu, door het massatoerisme, door de stijging van de huizenprijzen, doordat er niet echt meer winkeltjes zijn, behalve winkeltjes met souvenirs, om al deze factoren, verlaten Venetianen de stad. En er zijn op dit moment minder dan 50.000 inwoners over. Terwijl de stad 8 miljoen toeristen per jaar trekt. En het is makkelijk om het te extrapoleren. Als het in dit tempo doorgaat, is Venetië in het jaar 2030 leeg. Dan is de laatste bewoner weg. Dan is het af, zeg maar. Dan kan je er een hek omheen zetten, toegang hebben. Dan is het definitief een museum geworden. De ik-figuur in het boek die loopt door dat Venetië en denkt dan aan Riace. En denkt dan, ja, dat zou eigenlijk best wel eens een keer een idee kunnen zijn. Als je nou eens om te beginnen, laten we zeggen, 50.000 Afrikaanse vluchtelingen in Venetië zet. Ja, dan is dus plaats zat. Ja, die hebben dan ook misschien wel een groenteboertje nodig, zeker. Die moet misschien ook naar de kapper, dan krijg je misschien ook weer naaiateliers. Je krijgt weer geluid in de steden, je krijgt leven in de steden. Je krijgt weer gezonde, normale economie. Een echte stad. Een echte stad, ja. Een kleur. Het was een van de laatste keer dat ik in Venetië was, waar de protesten bij Canal Grande waren spandoeken opgehangen. Met de tekst Venezia è una città vera. Venetië is een echte stad. Wat natuurlijk bewijst dat het niet zo is. Want er is natuurlijk geen enkele echte stad waar ze moeten benadrukken dat ze een echte stad zijn door spandoeken op te hangen. Ik heb hier ook geen spandoek gezien, maar Kortrijk is een echte stad. Nee, dat is geen voor zich. Oh, ja. Dus dat, ik zou schatten 50.000 om te beginnen, dus dat zou een oplossing zijn. Ik weet ook wel dat ik met deze oplossing.
Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat ik ongelijk ben. Nee. Hoe komt het volgens u dat succesverhalen zoals u dat vertelt over creatie, dat die veel minder aandacht krijgen dan het probleem van de verkeer, om het zo te stellen? Ja, dat is een heel interessante vraag. Ik ben bang dat veel van onze politici gebaat zijn bij onze angst. De angst is hun electoraal gewin. Dus dan moet je natuurlijk die angst wel aanwakkeren. En succesverhalen moet je zo min mogelijk aandacht geven. Ik denk dat dat een groot deel van het antwoord is op uw vraag. Ja. Heeft u ook een idee waarom wij zo bang zijn, of waarom die politici zo bang zijn? Want succesverhalen zijn er. Ik denk dat er veel angst is in deze tijden, omdat er ook veel verandering is in deze tijden. Veel van de angst en de onzekerheid die wel degelijk bij de bevolking leeft, overal in Europa, maar ook buiten Europa, is wel degelijk heel goed te begrijpen, denk ik, omdat het een onzekerheid is die voortkomt uit de ontwikkelingen van globalisering. Dat zijn natuurlijk buitengewoon ingrijpende processen die ook op geen enkele manier vallen tegen te houden en die verregaande gevolgen zullen hebben. Die angst voor verandering is heel menselijk. Vervolgens zijn er politici die daarop inspelen en die angst gebruiken als voor electoraal gewin. En de angst voor globalisering is ruimer dan alleen de angst voor vluchtelingen. Dat is ook iets dat onze maatschappij in tweeën deelt eigenlijk. Omdat die angst voor globalisering natuurlijk veel minder leeft bij hoogopgeleide mensen. Mensen die in grote steden wonen. Die zien de globalisering als een kans. Misschien wel de toekomst in. Ja, die zien dat als een uitdaging, die zien dat misschien als een positieve ontwikkeling. Terwijl laag opgeleide en misschien ook mensen uit de provincie of het platteland, die hebben terecht ook meer te vrezen van globalisering, omdat er op een gegeven moment natuurlijk heel duidelijk is dat Chinezen of Indiërs datzelfde werk goedkoper kunnen doen. Dus die tweedeling, dat is eigenlijk de tweedeling die je overal ziet in Europa en ook in Amerika tussen, nou, laten we zeggen, de kiezers van Trump en de kiezers van Hillary Clinton, de kiezers voor en kiezers tegen de Brexit. Dat is eigenlijk een tweedeling die gebaseerd is op degene die bang zijn voor globalisering en degene die zich verheugen op de globalisering. En een van de antwoorden die populistische politici ons dan voorspiegelen, is een nostalgische oplossing. De oplossing voor globalisering zou dan zijn om terug te gaan naar het verleden, toen de globalisering er nog niet was. Dus dan heb je het partijprogramma van iemand als Thierry Baudet of Geert Wilders in Nederland. Ik weet zeker dat u de Belgische voorbeelden er zelf bij kunt verzinnen. Het zijn politici die ons voorspiegelen dat alles vanzelf weer goed komt als we teruggaan in de geschiedenis en weer een solide natiestaat worden met gesloten grenzen en eigen soevereiniteit. Misschien moeten we dan ook weer de Belgische frank terug en dat soort dingen. We wijken een beetje af, want het is helemaal niet erg. Een van de, want het thema zit ook wel een klein beetje in het boek, een van de mooiste figuren of mooiste nevenpersonages in het boek vind ik Patelski, de oude schrijver in het Grand Hotel Europa, waarmee Ilja Leonard Pfeiffer dan heel mooi dineert en lange gesprekken heeft, die doen denken een beetje aan de Toverberg, de gesprekken in de Toverberg van Thomas Mann. Hij zegt
dat hoort ook gewoon bij Europa. Je hebt altijd periodes van opkomst, periodes van bloei, periodes van verval. Dus het is misschien ook helemaal niet zo erg dat we meemaken, want hierna komt weer een nieuwe periode van opkomst, bloei en verval. Ja, Patelski is een wijs man. Ja, ik heb veel van hem geleerd. Dat zijn mijn gesprekken met hem, ik kan het over Europa. Ik ben ook blij dat je hier en daar aan de Toverberg doet denken, want dat is natuurlijk ook wel een beetje opzet. De Toverberg van Thomas Mann, een grote roman in een ander tijdperk, die eigenlijk ook een beetje over hetzelfde gaat, over het einde van een Europese cultuur, een bepaald tijdperk in de Europese cultuur, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, en een moment waarop Europa zich opnieuw moet uitvinden. En ik probeer ook wel hier en daar onderhuids wat reminiscenties te maken aan de Toverberg van Thomas Mann, omdat ik wil ook wel dat de lezer snapt dat ondergangsidee, het idee van het einde van een tijdperk in Europa, dat is op zich al een idee dat van alle tijden is. Dat is misschien zelfs ook nog wel een kenmerk van de Europese cultuur, is dat we altijd, de hele tijd, altijd in onze geschiedenis, het idee hebben dat het voorbij gaat. Die ondergangsgedachte is eigenlijk zo oud als onze cultuur zelf. De oude Grieken hadden dat idee al, dat de gouden tijd achter hun lag. Dus dat, die nostalgie naar een zogenaamde gouden eeuw in het verleden, hebben we altijd gehad. Dus dat relativeert de zaak natuurlijk ook enorm. Dus daarom wil ik ook die herinnering af en toe oproepen in het boek aan een ander onderhoudsboek. Zeg maar. Ja. Even terug naar het boek, naar een ander personage, want we hebben het gehad over de hoofdfiguur Ilya Leonard-Pfeiffer. Maar hij is daar omdat hij zijn romance, zijn liefdeshistorie historie met Clio is afgelopen. Zij is net heel erg belast door, als ik dat zo mag uitdrukken, door het verleden. Zij is een en al verleden. Kan je iets meer vertellen over haar? Want de schrijver zelf, die liefdesgeschiedenis is afgelopen, maar hij is niet boos, hij is niet rancuneus. Hij houdt eigenlijk nog heel erg van haar. Ja, ach ja, Clio, ja, ik praat graag over haar. Ja. En zij is, de figuur heeft haar in Italië ontmoet en in Genua. Dankzij zijn verleden. Ja, dat zit er wel, ja. En zij krijgt op een gegeven moment een baan in Venetië aan de Academia. En ze verhuizen dan samen naar Venetië. En daar hebben ze dan, voor zolang die relatie duurde, de grootste tijd ervan in Venetië doorgebracht. Zij is een Italiaanse kunsthistorica. En Clio heeft niet voor niks de naam van de muze van de geschiedschrijving. Ze komt daarbij ook nog eens een keer uit een heel voorname familie. Ze is eigenlijk van adel, dus ze heeft ook nog op die manier het verleden op haar schouders. En ze is opgegroeid in een mooi oud huis omringd door oude kunst. Dus het is eigenlijk bijna als vanzelf is ze dan ook maar die oude kunst gaan bestuderen. En, ze is zelf daar ook wel bewust van. En zij ziet het zelf ook als een vloek. Dat ze belast is met het verleden. Maar hij houdt heel erg van haar, terwijl zij heel fel kan zijn. Het is een heel pittig karakter. Ja, zij is eigenlijk in alle opzichten superieur aan hem. Ja. Hoe bedoelt u dat? Nou, het is eigenlijk slimmer en beter. Ja, ze heeft ook een theatrale manier van gelijk krijgen, zeg maar. Ja. Er waren andere interviewers die zeiden van, zij is zelfs een beetje hysterisch bij momenten, maar daar bent u duidelijk niet mee eens. Nee, dat zou ik het verkeerde woord vinden, dat is ook niet zo. Nee, theatraal misschien, gepassioneerd. Ja. Ze is Italiaanse. Ze is
Ze reageert misschien niet onmiddellijk precies op de manier zoals een keurig Amsterdams grachtenmeisje zou reageren. Ze laat wat duidelijker blijken wat ze van bepaalde dingen vindt. Maar dat is geen hysterie. Dat is... Passie. Nou ja, expansie. Clio en Ilia Leona Pfeiffer die gaan samen in het boek ook op zoek naar het verleden, naar een verloren Caravaggio. Kan je daar iets over vertellen? Want dat is heel, heel belangrijk voor hen. Dat is bijna wat hen samenhoudt. Ja, zeker. Dat zeg je goed. Ja. Ja, dat is allemaal de schuld van Clio. Zij is een specialiste van Caravaggio. Ze is gepromoveerd op Caravaggio, op het werk van Caravaggio. En vertelt op een gegeven moment aan de ik-figuur over het mysterie van de dood van Caravaggio. Dat is ook daadwerkelijk een onopgehelderd mysterie. De vraag of hij aan een natuurlijke dood is overleden, dan wel is vermoord. Het is ook een vrij ingewikkeld verhaal dat ik nu niet hier helemaal ga navertellen. Maar wat ermee samenhangt met het mysterie van de dood, is het mysterie van het laatste schilderij van Caravaggio. We weten dat hij aan het eind van zijn leven 3 schilderijen heeft gemaakt. Die waren bestemd voor een kardinaal in Rome, Scipione Borghese heet hij. Die had hij gemaakt om gratie te krijgen. Ook dat is een ingewikkeld verhaal, maar... En van die 3 schilderijen... Hij is op reis gegaan en vervolgens nooit levend aangekomen. Van die 3 schilderijen zijn er 2 terecht. Dat zijn 2 schilderijen, 2 verschillende schilderijen van Johannes de Doper. Eén daarvan is daadwerkelijk in Rome aangekomen. Hij is tot op de dag van vandaag in de Galleria Borghese, dus waar hij voor bestemd was. De andere is na vele omzwervingen opgedoken in München. Maar dat derde schilderij, we weten dat dat een schilderij moest zijn van Maria Magdalena, de zondares die boete doet. Ook een heel toepasselijk onderwerp gezien het gratieverzoek. Die is eigenlijk nooit teruggevonden. Dit is niet iets wat ik heb verzonnen, dit is echt iets. Ja. Er zijn verschillende schilderijen waarvan mensen misschien wel zeggen, dat is die laatste Maria Magdalena, maar dat is duidelijk dat het eigenlijk niet zo is. Dus dat schilderij is er niet. En het is Clio's idee om dat te gaan zoeken. En om te beginnen gaan ze samen naar Malta om dat schilderij te zoeken. Er zijn redenen waarom zij denkt dat het op Malta zou kunnen zijn. Daar vinden ze het dan vervolgens niet en dan vervolgens nog op andere plekken. Nou ja, dat moet je dan allemaal zelf maar lezen. Maar wat eigenlijk, die zoektocht naar dat schilderij wordt eigenlijk steeds belangrijker. Want eigenlijk als ze samen op zoek gaan naar het laatste schilderij van Caravaggio, als ze samen bezig zijn met het oplossen van een moord uit 1610, dat zijn eigenlijk de momenten waarop ze het gelukkig zijn. Wanneer ze samen op vakantie gaan naar het verleden. Dat zijn eigenlijk de beste momenten uit hun relatie. En anderzijds is het precies dat verleden van Ilia Leona Pfeiffer dat dan ook weer zijn relatie nekt. Ja, dat is, daar komt het dan allemaal weer. Ik weet niet of ik dat moet gaan verklappen, want dat moet je dan, dat is misschien te veel verweven met het plot. Maar ook, ja, het verleden komt dan weer op een andere manier terug. En, ja. Maar dat zit er wel heel duidelijk in. Het verleden kan iets spannend zijn, iets moois zijn. Het kan ook, dat kan je ook in de weg zitten, dat is... Ja, die ambiguïteit heb ik met genoegen ten volle uitgebreid, natuurlijk. Ja, ja. U zei er straks ook in het begin, u woont al 10 jaar in Genua. U bent er een beetje toevallig terechtgekomen tijdens een fietsrit. U bent daarbij behangen. Ik vraag mij af, doet dat iets met uw taal? Want u woont eigenlijk niet in de taal waarin u schrijft, als ik dat zo mag uitdrukken.
U maakt mij bijna ongerust. Nee, maar ik bedoel, u leeft in het Italiaans. Oordeelt u maar, ja. Nee, ik ben een uur met haar praten en dan komt u op de vraag van... Is uw Nederlands dan zo'n beetje Nee, helemaal niet. Nee, maar het zou kunnen zijn dat het net sierlijker wordt nog. Of. Maar ik weet niet of dat zo is. Maar het is een vraag die mij boeit. Ja, ik denk dat... ik denk niet dat mijn Nederlands erg veranderd is. Omdat ik natuurlijk ook in Italië nog dagelijks met mijn moedertaal bezig ben. Ik blijf ook wel de krant lezen en dat soort dingen. Dus ik geloof niet dat heel erg verandert. Maar wat wel misschien verandert is... dat de Italiaanse omgeving zich op een andere manier bemoeit met mijn stijl. Niet alleen met de onderwerpen. Nou, ik had zo'n boek als dit over de identiteit van Europa en massatoerisme had ik nooit kunnen schrijven als ik niet in Italië had gewoond. Omdat Italië is eigenlijk als grens van Europa, grensland van Europa, laat een aantal tendensen zien. Is in een aantal opzichten de tijd ver vooruit. Zoals ook de vluchtelingen al eind jaren 90 in Italië aankwamen, toen wij dat nog helemaal niet door hadden. Zo is ook nu toerisme echt een probleem in Italië aan het worden. Terwijl wij dat hier in het noorden nauwelijks nog beseffen. Maar in Amsterdam bijvoorbeeld loopt die discussie ook heel erg. Dat is ook voor een stuk. Ja, terwijl. Ja, Amsterdam zit in. Terwijl in Amsterdam eigenlijk nog niet echt het besef is doorgedrongen dat we te maken hebben met een probleem. Het wordt nog steeds te makkelijk gezien als een verdienmodel. Ik denk dat dat ook in Brugge wel een punt is. Terwijl in Venetië is echt doorgedrongen dat je hebt eigenlijk de ziel van de stad vermoord. In Amsterdam zitten ze nog steeds zo vrolijk van ja, nee, we moeten daar een beetje even. Het geeft toch ook werkgelegenheid. Dus dat is, moet een beetje wakker worden daar in Amsterdam. Terwijl er net wordt gezegd van het is helemaal geen verdienmodel. Nee, het is. Daar kun je vraagtekens bij stellen. Het is. Voor het geval van Amsterdam heb ik dat uitgezocht omdat er ook veel onderzoek naar is gedaan. Dat was niet zo moeilijk. Dus het is eigenlijk ook een vrij simpel sommetje. Als je berekent wat de stad Amsterdam aan inkomsten heeft aan toerisme, is dat eigenlijk de toeristenbelasting plus de belasting op de rondvaartboot. Het precieze bedrag weet ik even niet meer in mijn hoofd, maar dat komt neer op zo'n 70 miljoen per jaar. Als je berekent wat het toerisme kost aan de gemeente, aan de publieke zaak, en als je meerekent de extra kosten die gemaakt moeten worden voor stadsreiniging, voor ambulances die moeten uitrukken, voor extra politietoezicht, toeristen die hun paspoort weer kwijt zijn, dan kom je al op een bedrag dat hoger is dan dat. Dan zou je ook nog eens een keer misschien wel de investeringen moeten meerekenen, hè? Want de stad investeert ook aan een nieuwe aanlegstijger voor de cruiseschepen en nog allerlei andere dingen. Nou, dat moet je eigenlijk ook meerekenen. Nou, dan kom je op een bedrag dat heel veel hoger is dan de inkomsten. Dus de gemeente verliest geld op toerisme. En dan kun je zeggen, ja oké, maar private partijen verdienen daar geld aan. Winkels, Madame Tussaud, souvenirwinkels en dat soort dingen. Ja, dat klopt. Maar dan moet je je toch wel echt afvragen of dat iets is wat je wilt. Wil je publiek geld investeren om private winsten te faciliteren? Kan een model zijn, maar misschien nog niet. En in het geval van Amsterdam komt er ook nog eens een keer bij dat de grootste private partijen ook nog eens in buitenlandse handen zijn. Die rondvaartboten, rederijen, Madame Tussaud, Martel Museum in Amsterdam, al dat soort dingen. Dat zijn buitenlandse eigenaren, dus die winsten vloeien ook nog eens weg.
En dan heb je dus, maar stel nou dat je het sommetje anders zou maken. Stel dat je zou komen tot een sommetje dat wel klopt, dat volgens mij, wat volgens mij heel moeilijk is. Maar oké, stel dat je daar uiteindelijk op uitkomt dat het wel een geldig verdienmodel is, dan nog moet je afvragen wat de prijs is die je ervoor betaalt. De immateriële prijs. Want de stad raakt wel de ziel kwijt en de bewoners. En dat kun je natuurlijk heel moeilijk in getallen uitdrukken. Maar het heeft ook wel degelijk een onmiddellijke weerslag op de economie. Ik bedoel, er is geen Amsterdammer meer die in het centrum gezellig zaterdagmiddag naar de Bijenkorf gaat. Dat mensen mijden dat. Is dat ooit geweest? Ooit wel, ja. Ja. En er zijn bedrijven die wegtrekken uit Amsterdam, omdat je kunt het niet maken, dat je je werkgevers daar een huis laat zoeken of zo. Dat is dus allemaal schade. Ja. U heeft het over Madame Tussauds en over de rondvaartboten. Daarvan zou je nog kunnen zeggen van, die zijn in handen van Europese bedrijven. Dat is nog Europa. Het Grand Hotel zelf in dit boek wordt, zoals veel andere dingen, overgenomen door een Chinese investeerder. Ja. Ik zei u net, het Grand Hotel Europa is in alle opzichten het hotel waarover u zou willen lezen en waar u graag zou willen proeven. En er is alleen al gelijk in het begin één klein verontrustend detail. En dat is, de figuur krijgt te horen dat het net daarvoor is overgenomen door een Chinese investeerder. En deze Chinese investeerder gaat het hotel verbeteren. Weer levensvatbaar maken. Ja, dat moet je maar lezen. Ja, dat levert schitterende tafereelen op. Ik weet niet, misschien is dit het moment om kort iets voor te lezen uit het boek. Ik heb hier een gecorrigeerd leesexemplaar. Ik weet niet, maar misschien kan ik u dat overhandigen. Dat is goed, ja. Dan een fragment wil ik kiezen. Ik kan misschien een klein stukje uit het begin voorlezen. Ja, is dat een idee? Dat zeer graag. Volgens mij komt het voordeel dat ik niet hoef uit te leggen wat eraan vooraf gaat. Precies. Ja, dit is inderdaad het ongecorrigeerde leesexemplaar, maar er is volgens mij in dat eerste hoofdstuk niks gecorrigeerd. De eerste die ik sinds lange tijd sprak, afgezien van de weinige afgemeten woorden die ik aan het begin en het einde van de rit had gewisseld met mijn Norse taxichauffeur, was een magere, donkere jongen in het nostalgisch rode uniform van een piccolo. Ik had hem van een afstand al zien zitten op de marmeren trappen van het bordes voor de ingang, die was geflankeerd door Corinthische zuilen, onder de gouden letters waarmee de naam van Grand Hotel Europa was geschreven, toen de taxi knarsend over het grindpad tussen de platanen het einde begon te naderen van de lange oprijlaan. Hij had een sigaretje zitten roken. Hij was overeind gekomen met de intentie mij te helpen met mijn bagage. Omdat het mij speet dat mijn aankomst zijn rookpauze had verstoord, en omdat het waar was, zei ik hem, terwijl de taxi zich over het grind van ons verwijderde, dat mijn bagage wel even kon wachten. Dat ik een lange reis achter de rug had en dat ik ook wel een sigaret zou lusten. Ik bood hem er een aan uit mijn lichtblauwe bakje Gauloise Brune zonder filter en gaf hem vuur met mijn Solid Brass Zippo. Op zijn kepi was de naam van Grand Hotel Europa met goudstiksel geborduurd. We gingen zitten. We zaten een paar minuten zwijgend naast elkaar te roken op de trappen naar de weelderige entree van het ooit grandioze hotel waar ik van plan was mij voorlopig te vestigen, toen hij het woord tot mij richtte. Mijn excuses dat ik mijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen, zei hij, maar zou ik u mogen vragen waar u vandaan komt? Ik blies mijn rook uit in de richting
van het stofwolkje dat de taxi als herinnering had achtergelaten in de verte aan het einde van de oprijlaan waar het bos begon. Op die vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, zei ik. Die zou ik heel graag allemaal willen horen, zei hij. Maar als dat te veel van uw tijd vergt, kunt u mij misschien het mooiste antwoord geven. De voornaamste reden waarom ik hier naartoe ben gekomen, zei ik, is dat ik de tijd hoop te vinden voor antwoorden. Ik wil me graag verontschuldigen dat ik u bij die gewichtige opdracht heb gestoord. Ik moet leren dat mijn nieuwsgierigheid de andere gasten tot last kan zijn, zoals meneer Montebello altijd zegt. Wie is meneer Montebello? Vroeg ik. Mijn baas, de conciërge. Hij haat dat woord. Al bevalt de etymologie ervan hem wel. Hij heeft mij geleerd dat het is afgeleid van Comte de Cierge, de graaf der kaarsen. Praktisch alles wat ik weet, heb ik van meneer Montebello geleerd. Hij is als een vader voor mij. Hoe wil hij dan worden genoemd? Hij is de maître d'hôtel, maar hij prefereert de titel van major domus, omdat het Latijnse woord voor huis daarin zit. En omdat het volgens hem onze voornaamste taak is ervoor zorg te dragen dat onze gasten vergeten welke plek ze thuis noemden voordat ze hier kwamen. Venetië, zei ik. Er viel as van mijn sigaret op mijn pantalon terwijl ik de naam van die stad uitsprak. Hij had het gezien en voordat ik kon protesteren had hij een van zijn witte handschoenen uitgetrokken en wijdde hij zich met volledige aandacht aan het werkje om mijn broekspijp daarmee af te kloppen. Hij had magere, donkere handen. Dankjewel, zei ik. Wat is Venetië? Vroeg hij. De plek die ik thuis noemde voordat ik hier kwam. En het mooiste antwoord op je eerdere vraag. Hoe is Venetië? Ben je nog nooit in Venetië geweest? Vroeg ik. Ik ben nergens ooit geweest, zei hij. Alleen hier. Daarom heb ik tot ergernis van meneer Montebello de gewoonte ontwikkeld om onze gasten lastig te vallen met mijn nieuwsgierigheid. Ik probeer iets van de wereld te zien door hun verhalen. Welke plek noemde jij thuis voordat je hier kwam? De woestijn, zei hij. Maar meneer Montebello heeft ervoor gezorgd dat ik de woestijn ben vergeten. Ik ben hem daar dankbaar voor. Ik liet mijn blik waren over het landgoed dat het hotel omgordde. De zuilengalerij was begroeid met klimop. Een van de grote aardewerkervazen waaruit bougainville golfde was gebarsten. Onkruid groeide tussen het grind. Vredig. Maar dat was het woord niet. Berustend. Men zou het verstrijken van de tijd en het verlies van alle dingen inderdaad net zo goed kunnen aanvaarden. Venetië is verleden, zei ik. En ik hoop dat meneer Montebello ook mij zal helpen het te vergeten. Ik drukte mijn sigaret uit in de bloempot die ons tot asbak had gediend. Hij deed hetzelfde en sprong overeind om zich over mijn bagage te ontfermen. Dank voor je gezelschap, zei ik. Mag ik vragen hoe je heet? Abdul. Aangenaam kennis te maken, Abdul. Ik zei mijn naam. Laten we naar binnen gaan. Dan kan het beginnen.
geweldig, idealiseren met zo gaat dat bijna 550 prachtige pagina's verder. Dus dat wordt een schitterende kerstvakantie voor jullie allemaal. Het unieke boek. Hartelijk dank voor uw komst naar Kortrijk. En ik denk dat er zeker nog gelegenheid is om uw aangekochte exemplaren te laten zien. Hartelijk dank.